Wat is bij het Lean Planner nog belangrijk om rekening mee te houden in de uitvoering? In de uitvoering, als het werk in gang is, is een daily stand ook zeer belangrijk. Om met alle partijen bij elkaar te komen elke morgen. Dat je elkaar niet in het vouwwater komt. Om tijden te verschuiven. Dat iedereen gewoon zijn werk kan doen. Dat er niemand in uitlaatgassen staat. Niemand in gevaarlijke situaties komt te staan. Dat iedereen gewoon zijn werk door kan doen. En kan je een voorbeeld noemen van zo'n situatie? Wij hebben in Soesterberg een overkluizing gemaakt. Stonden wij met de graafmachine onder de overkluizing. En mensen die dakplaten er tegen het schroeven waren, hadden veel last van onze uitlaatgassen. En toen zijn wij op zaterdag doorgegaan en vrijdagavond doorgegaan. Die mensen zijn 2 dagen in de nacht gegaan. Wij waren de tunnel uit en iedereen kon weer gewoon door aan de gang.